Mijn papa is Wouter Swennen, bekend kunstenaar. En ik vind dat heel moeilijk om iets te vertellen over zijn werk, omdat dat mijn papa is. Hans is denk ik een van de mensen die Wouter en zijn werk het beste kennen. De persoon bij uitstek om uitleg te geven over Wouter zijn kunstwerk. Dat is een prachtig werk om te vertellen waar hij mee bezig is. 2011. Ja, de titel is T. En waar je eigenlijk naar kijkt als je naar zo'n schilderij van Wouter kijkt, dat is hoe hij dat heeft gemaakt, wat de voorgrond is en de achtergrond. Iemand die veel gestudeerd heeft, die gaat zich dan afvragen, een T, wat stelt dat eigenlijk voor, T? Gaat het over T? Of over spuwen? Of over doet er niet toe? En volgens mij is de T een excuus voor een vlakverdeling. Ja, en dan soms schildert hij dan een hoed, bijvoorbeeld. En dan zien ze niet meer dat het een T is. Dan denken ze, oh, een hoed. Hij zal zeker kaal worden en kou aan zijn kop hebben. En dat is wat altijd gebeurt als de mensen naar die werken kijken. Ze zoeken altijd een soort van verklaring. In plaats van te proberen kijken naar hoe het eigenlijk gemaakt is. En ja, wat het eigenlijk is. Hè. En dat is eigenlijk een voorwerp. Dat is een textuur. Dat is een geweven, nieuw ding. En dan, als je hier kijkt naar dit schilderij bijvoorbeeld, dan zijn er allemaal mopjes in de manier waarop die sigaretten weergegeven zijn. Hier zie je een illusie van sigaretten die wordt opgeroepen door een soort huidkleurige verf rond het onbeschilderde doek aan te brengen. Hier zie je een variant waar de uitgespaarde pijp, de niet geschilderde pijpvorm, ingeschilderd is met diezelfde schijnachtergrondkleur. Dan zie je hier een voorstelling van een sigaret die wordt opgeroepen door een dikke, vette, zwarte contour, wat een soort mop is, dat is een grapje. Want Swennen zal nooit wat ze noemen moduleren of modelleren door schaduw weer te geven. Een schilderij is eigenlijk een voorwerp waarbij je een vlak neemt en je brengt op dat vlak kleuren aan. En traditioneel werd dat gedaan om te suggereren hoe het licht botsend op een voorwerp ons een illusie van volume en diepte geeft. Weergeven hoe een appel zich in de ruimte zet, dat kan je alleen maar door weer te geven hoe er een schaduw ontstaat door een bepaalde lichtinval. En die schaduw bestaat eigenlijk uit een kleurverschuiving. Nu, Wouter is een schilder die daarmee lacht, die dat weet, maar die dat niet ernstig neemt. Hij modelleert geen appels, hij maakt schilderijen waarin hij pogingen toont appels te modelleren of niet te modelleren. Het is eigenlijk een denken met verf. Een denken over alle mogelijkheden van wat schilderen zou kunnen zijn. Mm. Of concreet denken zou kunnen zijn, want Wouter houdt ook van concrete poëzie. Mm. Het is eigenlijk poëzie die uiteenvalt in letters of woorden. En dat is eigenlijk ook wat hij hier doet, maar dan met kleuren of met voorstellingen, representaties van voorwerpen. Waarom noemt hij niet gewoon Le Fumeur of zo? Het zijn geen rokers, het is een schilderij. Hè. Wat je ziet zijn verschillende manieren om de illusie van een sigaret op te roepen. Mm-hmm. Dat is een grappige mens, ja. Heel vaak zijn het maar een paar mensen die echt lachen om zijn mopjes, omdat misschien niet iedereen zijn mopjes begrijpt. Maar het is, het is een lange slungel die heel grappig kan zijn.